De onderraadse en implementatieunit zijn twee belangrijke organen wanneer het gaat om de uitvoering van het herstelplan. Deze twee ondersteunende diensten zijn op vrijdag 2 juli 2021 op het kabinet van de president geïnstalleerd. Behalve dat de regering verantwoordelijk is voor de implementatie en monitoring van het herstelplan, wordt deze verantwoordelijkheid toebedeeld aan de onderraad, die op haar beurt wordt bijgestaan door de implementatieunit. Wij nemen u mee naar het moment van installatie. Zoals u weet heeft de regering momenteel een herstelplan goedgekeurd. Dat heeft afgelopen week plaatsgevonden. Suriname bevindt zich in een crisis en daar moeten we uitkomen. Om dit te kunnen doen is het herstelplan samengesteld. Daarin komen alle maatregelen voor die we moeten nemen om uit de crisis te geraken. En tevens is in het herstelplan zijn ook de actiepunten en de zaken die overeengekomen zijn met het IMF opgenomen. Die gaan wij dus binnen de implementatieunit goed monitoren, zodat we die allemaal op tijdstip zoals afgesproken is kunnen halen. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat de commissie uit een aantal andere organisaties bestaat. Ministeries voornamelijk, maar ook de Centrale Bank van Suriname zal daarin participeren. En dat wij dus regelmatig zullen rapporteren aan de minister van Financiën en Planning, die op zijn beurt weer de rapportage doet naar de onderraad. Die bestaat uit verschillende ministers. Misschien kan ik ook nog toevoegen dat er ook een monitoringsgroep komt. En dat is dus eigenlijk een externe monitoring op de monitoringsunit zelf. Dus een aantal externe, onafhankelijke mensen die ook de monitoring zullen kunnen uitvoeren. En wat ook vermeld moet worden is dat deze unit bijgestaan zal worden door een bureau bestaande uit professionals die echt de uitvoering gaan managen, monitoren en rapporteren aan de unit. Dus het is een werkarm van de unit. En dat bureau zal door u zelf ingevuld worden met de deskundigen. Ik kan niet nalaten om hierin ook te betrekken president professor Maarten Schalkwijk, die een voorname rol heeft gehad in de coördinatie van het herstelplan en het adviseren van alles wat daar mee te maken heeft, dus ook hierin. Professor, ook heel hartelijk bedankt. En het is een mooie taak, maar onderschat u het niet. Het is belangrijk werk. Het is misschien veel werk, maar het is wel, denk ik, dankbaar werk wanneer we samen tot de conclusie komen dat wie deed het. En president, ik spreek namens u en de VP als ik zeg dat we ten volle op u rekenen. De Suriname rekent op u. Als implementatieunit om te zorgen dat het plan uitgevoerd wordt. En jullie zullen ons ook de nodige adviezen moeten geven. En jullie gaan de werkarmen krijgen op de verschillende ministeries. En de uitvoering zal in ieder geval enerzijds in handen zijn van deskundigen binnen de overheid of de ministeries, maar we gaan ook deskundigen aantrekken, externe deskundigen, om te zorgen dat alles efficiënt, effectief ook uitgevoerd kan worden. Maar aangezien het een plan is met verregaande maatregelen, hebben we ook nationaal draagvlak nodig. Dus naast de onderraad, daaronder hebben we ook een monitoringsunit bestaande uit vertegenwoordigers van sociaal, maatschappelijke en politieke organisaties. Niet zomaar, ook personen met een bepaald profiel die we daar willen hebben, die ons goed kunnen ondersteunen bij de uitvoering, maar tegelijkertijd sociaal, maatschappelijk, politiek draagvlak moeten gaan creëren. In deze fase van de uitvoering van het plan hebben we alle Surinamers nodig, alle deskundigheid hebben we nodig, maar meer nog dat we met de uitvoering hier van onze economie zullen herstellen en dat we een basis zullen leggen van groei, dat we een basis zullen leggen dat we weer gaan naar een land waar alle Surinamers weer kansen gaan krijgen om werk te vinden, waar ambtenaren ook op een correcte wijze na training
teruggevloeid kunnen worden naar de private sector, dat investeerders hier komen, dat er bedrijven hier gevestigd worden. Maar meer nog dat wij onze economie gezond maken. Dat is het doel.